Bassie is de man of the match morgen. Net de laatste training geweest, het leek wel oudjaarsavond. Ja, het is mooi om erbij te zijn, altijd bij Feyenoord, bij evenementen, altijd mooi gewoon om erbij te zijn. Ja, maar toch wel jammer dat het dan besloten is, toch? Ja, inderdaad, ja, maar ja, wat doe je eraan? Wat doe je eraan? Gewoon gaan. Ja, precies. Gewoon gaan, ballen hebben en gaan. Ja, en toen die het vorige keer voor Feyenoord deed tegen Ajax, die 6-2, hoe zag de dag er verder uit toen? Ja, 6 tegen 2 kratten bieren. Die ging allemaal leeg. Nou ja, die 6 wel. Ja, je wordt helemaal gek. Je bent blij, je bent opgelucht dat het nu eindelijk een keer weer is gelukt. En ja, gewoon super blij. Ik heb een jongen uit mijn klas 3 weken lang lopen opfokken na die 6-2. En wat heb ik nog meer gedaan? Ja, heel de tijd Feyenoord lopen zingen, Feyenoord lopen roepen, alles. Oh kijk, dat is een flitsend brilletje zit zeg. Snelle plan, ja. Die gaat morgenavond ook op, hoor. Die gaat morgenavond op, die brengt geluk. Wat verwacht je van de pot? Ja, dat is geen vraag meer. Winnen natuurlijk. Dat is echt geen vraag meer. En waar komt het vertrouwen vandaan dan? Overal. Het is Ajax maar. Ajax grote mond, praatjes, maar geen daadjes. Je hebt het pas gezien, 6-2 verloren. Ja, tuurlijk, maar anderzijds, toen hadden ze misschien ook wel een beetje een off day, hè? Ja, kan mij dat voorten. We winnen toch wel. Ja. Ja, vertrouwen blijft altijd. Je moet altijd vertrouwen blijven houden. En waar komt dat dan om? Ik denk toch de onvoorwaardelijke steun die je geeft aan de ploeg. Als supporter zijnde. Het zit in je bloed, het zit in je DNA. Win, lose of tie, Feyenoord till I die. Ja, maar we hebben het altijd moeilijk tegen ze, dus ja. Ik denk niet omdat we net gewonnen hebben van ze dat het ineens heel makkelijk gaat worden of zo. Want ze moeten er gewoon weer volle bak tegenaan. Het is niet dat de vorige wedstrijd gelijk gaat bepalen hoe we nu spelen. Want de competitie is klaar, alleen de derde plek zit er nog in, dus het is klaar. Ik vind echt, morgen moet het gebeuren. Morgen is de dag. Ja, en als het dan niet gebeurt, is dan het seizoen toch een beetje mislukt? Ja, wat zou ik zeggen? U vraagt nu als het niet gebeurt, maar het gebeurt wel morgen. Dus ik heb er geen antwoord op eigenlijk. Ja, en voor jou, als ze de beker niet pakken, is dan het seizoen dan een beetje mislukt? Of? Nou, mislukt niet, maar ze hebben wel er alles aan gedaan om er nog wat van te maken. Ze zijn er klaar voor. Heeft het goed kunnen zien door die bril? Nee, ze stonden te ver af, we mochten niet echt erbij komen. Ja, wat vindt u daarvan, dat zo'n training dan besloten is? Ja, jammer. Ja, ik vind het jammer. Ik vind het gewoon een traditie die we al jarenlang hebben om zeep helpen. Dat is gewoon, het komt gewoon door het bestuur. Ik bedoel, ik weet nog dat het trainingsveld hier lag. En dat er bij de eerste training tribunes opgebouwd werden. En dat we hier met 15.000 tot 20.000 man om een trainingsveld zaten te kijken. Omdat onze helden, want dat zijn er voor ons, het veld opkwamen. Voor de eerste training van het seizoen. Vuurwerk all over the place, stadionfakkels, maar van dit kutbestuur, sorry dat ik zeg, mag niks meer. Ja, Martin van Geel ook liever de laan uit? Van Geel, voor mij krijg je rood. Wat wordt het? Uitslag, doe maar een 3-0 of een 2-0. Zo dan? Ja, zelfverzekerd. Ja, dat zeker. Ik denk nipte 2 in overwinning. Wie gaat het dan doen voor Feyenoord? Van Persie.